als je een visserij doet zoals dit, lange kanten afvissen, waar je bijvoorbeeld zoals nu het krenkbeet vist, dan is een rail gewoon veel sneller als met een molen. Dus iedere keer een beugel open doen van de molen in relatie tot een rail waar je eigenlijk met een druk op de knop meteen kunt werpen, dat is het grote voordeel. Er zijn ook verschillende uitvoeringen. Dit is een 8-5, dus verschillende overbrengingen. Dus de gear ratio, zoals ze dat noemen. Als ik snel wil vissen, zoals vandaag, ben ik een beetje aan het kijken of ik baars kan tikken en eventueel een roofblij. Dan is snelheid gewoon wel gewenst. En dan gaat zo'n 8,5 gear ratio, die gaat als een raket. Ik denk dat het een baars is. Ja. Niet groot, maar het is er een. Dit is een baars. Kennis gemaakt met DC. Als je zo vist zoals vandaag, dan werp je gauw 5, 6, 700 keer op een dag. En dan komt het gewoon voor dat je met een rail gewoon een aantal keren per dag gewoon wel een pruik hebt. Zoals vandaag staat er een beetje wind. Je vist niet met al te zwaar kunstaas. En als de wind dan niet helemaal goed staat, gooi ik ook gewoon pruiken. En dat is nu gewoon weg. Met deze nieuwe Curado DC, die heb ik me laten vertellen, 1000 keer per seconde na kan denken. En dat nadenken, dat heeft te maken met op het moment dat ik gooi, zoals nu. Ik laat de spoel los, dan bereken ik die zelf wanneer dat kunstaas afgeremd moet worden. Ja, en ik moet zeggen, dat is wel heel speciaal. Ik ben toch iedere keer geneigd om mijn duim naar de spoel te doen, maar dat hoeft helemaal niet. Ik kan hem gewoon loslaten. En of ik nou vis met een krenkbeet, of ik vis met een shed of een spinnenbeet, dat maakt gewoon niet uit. Het werkt gewoon perfect. En dat is toch wel heel lekker. Op. Een stand op werpen met kleine plugjes die uiteindelijk helemaal niet zo zwaar zijn. Een stand voor gevlochten lijn, heb ik nu. Een stand voor fluorocarbon. En eentje voor skipping. Laten stuiteren van je kunstaas over het water. Om bijvoorbeeld onder een bruggetje te vissen of tussen pijlers. Nou, dat is ook wel heel fijn. Wat vet is dat geluid. En hoe vaker je werpt, dan hoor je echt zo